Goedemiddag, dames en heren. Wat leuk dat u er allemaal weer bent. Ik ben toch maar weer met een vrolijk muziekje begonnen. Ondanks het weer regent buiten. Wat hadden we weer een rotzomer, zeg. Tjonge. Maar aan de producten in de supermarkt is het niet te zien. Want vandaag heb ik een milkshake meegenomen. Een schijnbaar nieuwe trend. Want overal zie je ze een beetje opduiken. En dit keer, zoals je ziet, is het een cappuccino smaak. Mijn oog viel erop, ja, qua de vorm. Omdat het een flesje is. Meestal zit het in een bekertje. Er zit zelfs een rietje bij. Uiteraard. Het is een officieel Zwitsers product. Ingrediënten nog even. Nou, ik ben dus een koffiefanaat, zeg maar. Dus ik ben wel erg benieuwd naar deze smaak. En of er ook echte koffie in zit, dat weet ik dan niet. Ze hebben, waar ik het dan gekocht heb, ook meerdere smaken. En momenteel is het in een aanbieding, dus ja, dan moet het gelijk proberen. En de normale prijs is rond de 1,50. En nu kost zo'n flesje een euro. Ik zie als je hem open moet maken of als je het rietje eruit moet halen, dan moet je de hele etiket eraf halen. Is nog even een gedoe. Ik vraag me toch af waarom ineens die trend. Nu bijna de zomer voorbij is. Misschien omdat iedereen weer juist naar het werk gaat of naar school. Toch nog even het zonnetje meenemen. Goed, ik ga hem openmaken. Ik heb wel even een mesje bij de hand genomen. En dat heb je ook wel een beetje nodig. Ik heb wel een glas klaarstaan, maar volgens mij hoeft dat ook niet eens. Zo. Nou, het wordt een hele slinger. Nou. Zo ziet het er dus gewoon uit. Maar ik ga eerst eventjes een paar seconden schudden. Wat ik dan onder een milkshake versta is eigenlijk melk met een smaak en roomijs of vanilleijs. Maar dat gaat schijnbaar niet deze keer. Nou, dan moet het dopje er nog af. Wat een gedoe zeg. Oh kijk, daar zit een mooi lipje aan. Dat is leuk verzonnen. Maar ja, daar zit alweer een verzegeltje in. Of toch niet? Nee, toch niet. Nou, misschien zit er nog wel patent op ook. Wie zal het zeggen? Zo, nou. Ik ga proeven. Gaat een beetje lastig. Heel lastig zelfs. Het rietje werkt niet echt. Oh ja. Ja, zo ziet het er dus uit. Hè. Zo. Ziet er heel luxe uit. Het is net zo'n shaker, zo'n cocktail shaker. Met een rietje. Maar dan goed, de smaak. Ik kan u vertellen, de smaak, de koffiesmaak in dit geval, is lekker. Lekker romig. Alleen ja, voor een milkshake is hij eigenlijk niet koud genoeg. Hè?
Ondanks die gewoon in de koeling ligt. En in je eigen koelkast. Zou die eigenlijk nog wat kouder moeten. Nadeel is daar weer van, is dat je de smaak wat minder proeft. Nou ja, je kan niet alles hebben. Wat mij betreft is het te proberen waard. Dit was Kalaart en Jellers. Ik wens u nog heel veel kijkplezier. Dadah.